mezcal als basis. Nou, om dat een beetje te balanceren, wat verse limoensap. Nou, we persen 20 milliliter gewoon vers uit. Hop in mijn shaker. Een champagnefluit als glas. Ik heb hem al lekker een beetje is hij aan het voorkoelen, want het wordt een cocktail zonder ijs. Dus dan is het lekker als het glas al een beetje koud is, dan behoudt de cocktail wat langer zijn temperatuur. Oké, nou, behalve mezcal en wat zuur van de limoen, wil ik ook een lekker siroopje. En die gaan we even snel maken. Daarvoor heb ik nodig een beetje suiker, 2 delen en 1 deel water. Het gaat al lekker snel. En dan een kruidenmelange met munt en vlierbes. Zo. Daar trekken we een soort van theetje van eigenlijk. Zo. Ja, dat ruikt heerlijk. Als je nou bang bent dat je glas gaat klappen omdat je iets warms in glas gaat doen, doe er altijd iets van metaal in, want dat glijdt makkelijker dan glas. Dus die hitte gaat meteen zo pop in mijn barspoen zitten en niet in mijn glas, dus mijn glas gaat niet klappen. Dan schenken we hem voorzichtig uit door een klein zeefje, zodat die kruiden lekker achterblijven en ik een heerlijke mooie heldere siroop overhaal. 10 milliliter, niet zo heel veel. En dan gaan we shaken. Shakebeker vol met ijsblokjes. Zo. Mijn ijs kan uit mijn champagnefluit. Die is ondertussen lekker koud. Je ziet hem al een beetje gecondenseerd zijn. En dan is het tijd voor ons biertje. Schenk ik een klein boompje in. Zo, en dan kan die cocktail bovenop. Je ziet ook meteen dat die smaken goed gaan mengen. Nou, dan is die bijna klaar, want er moet nog een leuke garnering in. Nou, we beginnen met een beetje komkommer. Zo, nou dan de pincet. En we zwieren hem, hoppa, als een soort van roosje. Dan heb ik hier een schelpenprikkertje. Zo, en dan gaat ons komkommerbloemetje er zo in. En dan hebben we een heerlijke, frisse cocktail, de Stanley.